Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven het zuiden van Nederland zijn wat meer wolkenvelden aanwezig. Maar ook boven de Noordzee hangen een aantal witte dotjes. En elk van die witte dotjes is een bui. En lokaal komt zelfs wat winterse neerslag voor. Aan de grond is de temperatuur weliswaar zo'n 6 of 7 graden. Maar op enige hoogte vriest het toch al snel een graad of 7 tot 10. En daardoor kunnen de buien dus misschien wat winterse neerslag bevatten. Tussen de buien door uiteraard veel ruimte voor de zon... Met uitzondering dan voor grote delen van het zuiden van het land. Als ik alles in beweging zet en is te zien dat de stormdepressie die gisteren bij ons voor het onstuimige weer heeft gezorgd nu ergens boven Polen ligt. In het kielzocht daarvan nu dus die buien in onze omgeving. Maar in onze aanvoerrichting voor vanavond en vannacht ook nog de nodige opklaringen. Dat betekent dus dat het komende avond en nacht bij ons toch misschien wel flink gaan afkoelen met in het binnenland temperaturen die mogelijk gaan dalen tot rond het vriespunt. Vanavond begint ook de voorjaarsvakantie voor veel Nederlanders. Het midden en zuiden van het land die krijgen dit keer de vakantie. En traditiegetrouw gaan er heel veel op wintersport. Maar ook richting het Middellandse zeegebied. Want de vakantie in eigen land die zal nogal regenachtig gaan verlopen. Maar rond het Middellandse zeegebied lijkt het toch volgende week wel aardig weer te zijn. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied ligt momenteel boven de Azoren. Trekt naar Centraal-Europa toe en zakt daarna geleidelijk af naar het Middellandse zeegebied. Storingen krijgen daar minder de kans. En storingen die Europa bereiken, die blijven vrij noordelijk. En daarmee krijgen we vooral in Nederland te maken. Rondom het Middellandse zeegebied is het dan vrij vaak zonnig. De hoogste temperatuur in het zuiden van Spanje daar een graad of 16 tot 20. Maar bijvoorbeeld ook boven de Canarische eilanden en in het zuiden van Griekenland wordt het volgende week op een groot aantal dagen toch behoorlijk mooi weer. Dan weer eventjes terug naar ons eigen land. In het noorden van het land, daar is veel ruimte voor de zon. In de zuidelijke helft van het land komen toch met name een aantal buien voor. Mogelijk lokaal dus ook met die winterse neerslag en temperaturen daarbij zo'n 6 of 7 graden. In tegenstelling tot gisteren, vandaag eigenlijk maar weinig wind. Windkracht 2 boven land, zwak aan zee, matig. Windkracht 4, soms op de wadden eventjes vrij krachtig. Windkracht 5. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog en daalt de temperatuur snel. De wind draait weer terug naar het westen, blijft nog steeds zwak of matig. En in de, oostelijke, in de opklaringen in de oostelijke helft van het land kan er misschien een enkel mistbankje ontstaan. Vannacht dus die temperatuur in het oosten van het land dicht bij het vriespunt. Nou, vandaag zijn er een aantal buien gevallen en ook van de neerslag van de afgelopen dagen is het overal vrij vochtig. Dus het is wel op bruggetjes vooral wel eventjes uitkijken, want lokaal zal het misschien glad kunnen worden. De wat hogere temperaturen direct aan zee, daar een graad of drie wat verder landinwaarts al snel 1 of 2 graden boven het vriespunt. De wind is dan inmiddels al naar het zuiden gedraaid en blijft vooral aan zee matig. Morgen neemt dan de bewolking snel toe. In het zuidoosten van het land schijnt in de ochtend eventjes de zon. Maar later is het overal bewolkt. En vooral in de noordelijke helft van het land valt zo nu en dan ook een beetje regen. In het zuidoosten van het land kan een enkel spatje vallen. Maar daar blijft het waarschijnlijk zo goed als droog. En dat is natuurlijk gunstig voor de carnavalsoptochten die gereden worden morgen. De zuidwestenwind is wel aanwezig. Matig boven landwindkracht 4 en naar zee vrij krachtig of soms krachtig. Ja, de komende dagen blijft het toch heel wisselvallig, maar wel de temperaturen in de dubbele cijfers zondag en maandag. Met name maandag is een echt natte dag met veel perioden met regen. En lokaal kan ook best veel regen vallen. De wind die blijft stevast uit de zuidwesthoek waaien. Dat geldt ook voor dinsdag. Maar dinsdag dan komt een storing gevuld met koude lucht voorbij, waardoor het wat minder makkelijker warm wordt dan temperaturen van 7 of 8 graden. Het is dan meteen ook de minst warme dag van de week. Want na dinsdag dan klimt het kwik weer een stukje omhoog, naar de dubbele cijfers vanaf ongeveer donderdag. Het blijft wel zeer wisselvallig, maar de opklaringen die weten ons land steeds makkelijker te vinden. Dat zien we vooral terug in de nachttemperaturen, die vanaf komend weekend weer mogelijk in een enkele opklaring dicht bij het vriespunt uit kunnen komen. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl